En eindigen doen we zoals elke week met een gesprek met een sporter die zich liet opmerken. En vandaag doen we dat met Barbara Nelen. Nelen is de winnares van de Gouden Stick, zeg maar de gouden schoen voor hockeyspelers. De beste speelster van het land dus. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want Nelen scoort heel weinig. Maar ze is een van de belangrijkste spelers van hockeyclub La Gantoise en van de nationale ploeg. Een toptalent van amper 20 jaar. Vorige maand won Barbara Nelen de Golden Stick, de verkiezing van de beste hockeyspeelster op de Belgische velden. Het echte werk nadat ze in 2007 al eens tot belofte van het jaar werd gekroond. Heel wat extra aandacht voor haar, maar Barbara is te nuchter om al te zweven. Het is wel vooral veel mensen die profietsers zijn, die ik eigenlijk niet zo goed ken, dus dat is wel leuk. En wat het leukste is van al, dat uw vrienden wel trots zijn op u. En die hebben alle redenen om trots te zijn. Ze is nu al een dragende speler van La Gantoise en van de nationale ploeg. Volgens haar coach bij La Gantoise is haar potentieel erg groot. Hij denkt dat ze het in zich heeft om bij het beste team van de wereld te behoren. She's a quality player. Looking at the ladies' competition over the last 2 years, she kind of stands out as a very skillful player and athletic and has all the attributes to be a super player. Lovende woorden van iemand met heel wat internationale ervaring. Toch weet Barbara Nelen zelf als geen ander waaraan ze moet werken om het laatste stapje naar de wereldtop te kunnen zetten. Ik wil sterker worden, want ik laat me te vlug doen. Dus iedereen duwt mij gewoon op de grond op nationaal vlak. En mijn shots vooral. Ik wil scoren. Ik score nooit. De speelster uit Destelbergen is niet het eerste jeugdproduct van La Gantoise dat zo'n Golden Stick kan wegkapen. Ook Van Rievermeers doorliep er de jeugdreeks en won de bekroning al 2 keer. De club plukt de vruchten van een uitstekende jeugdopleiding. Wij proberen inderdaad ook met de jeugdopleiding van die talenten te begeleiden en tot in de eerste ploeg te brengen. We hebben het slechte voorbeeld van de voetbal, waar ze jarenlang in buitenlanders geïnvesteerd hebben en daar nu ook van terugkomen. Wij hebben dat eigenlijk altijd geprobeerd om eerst het eigen talent te proberen doen bovendrijven. Barbara Nelen droomt intussen al hardop van de sterkere Nederlandse competitie. Maar eerst denkt ze aan de komende Olympische Spelen in Londen en aan haar studies, al is dat met iets minder enthousiasme. Nu wil ik echt mijn doel bereiken en een jaartje meer studeren is niet zo erg. Ik ben toch maar 20. En dan schitteren op de Olympische Spelen voor België? Ja, dat zou echt wel zalig zijn. Zo, deze Avia Sport zit erop.